goed. Goede infiltratie van Vetlessen. En een goede trap. Nu ja, Bolat had er wel bij gekund. Uiteindelijk toch nog een meter of twee ernaast. Weer met Vetlessen. Vooruit, een goed idee. Ja, want het leek erop alsof hij nog eens achteruit ging voetballen. Scovolsen nu, buitenom gaat Nielsen. En deze voorzet valt voor Thiago. De bal! Daar was hij een eerste keer bediend in de box. En al meteen bijna prijs. Maar geen 12e doelpunt. Goeie aanval van club. Ja, daar hoefde niet veel kracht meer op te zitten. Hij moest hem inderdaad goed overhoek schoppen. En geplaatst, dat deed hij zeker. Een mooie knik. Verdiende mee. Maar is niet binnen. Een beetje in de problemen. Dan gaat het alleen maar meer en meer achteruit. Totdat Bolat uiteindelijk een beslissing moet nemen. Pievoort er even tussen. De Kuiper. Ja, en ondertussen een flinke trap uitgedeeld, denk ik, aan Bayram. Maar we kijken de andere kant uit met Pievoort. Die kan voetballen daar met Metsen. En die heeft een schot in het been. Metsen plaatst hem. En dat scheelt niet te veel, denk ik, van aan de zijkant. En bij Westerlo zijn ze niet te spreken. En op die manier ook Hans van Aken natuurlijk, die ook graag uitvalt mee naar die linkerkant, dan echt over rechts. En hij voelt dat ook aan, hij is ondertussen al meer en meer ook naar die rechterkant aan het opschuiven om een keer aan de bal te komen. Kaats van Zinkernagel, die ook, die komt naar, ook rechts, naar rechts, ja, daar staan ze bij elkaar, van Aken en Zinkernagel. En daar is Zinkernagel met de bal er vandoor, Thiago glijdt hem erin. En de vlag is beneden gebleven, Club Brugge dan toch op voorsprong en weer. Thiago, en kijk daar waar ze even samen aan de rechterkant. Het werkt dus wel als je allemaal naar deze kant komt. Meteen prijs. Ja. Maar voor binnen tikken had op de juiste plaats zijn was voldoende. Onorthodox lijkt mij dat hij met zijn achterwerken niet uitneemt. Is het niet zo? Ik weet niet, denk ik ook dat het te voet is. Daarmee voetballen, ver buiten de rechthoek. Van Aken met een opening. Daar is de Kuip. Met links maar eens trappen. Geen probleem voor Bolat. Maar het is toch al dat. Een poging tussen de... Nee. Ver buiten bereik van Thiago. Opgepikt door Meijer. Nieuwe voorzet. En hij kan koppen. En recht op Bolat. Ja, misschien moet hij die wel meer wegleggen links of rechts. Meijer komt eraan. Kiest voor Van Aken. Maar buiten zijn bereik. Pievoort er niet bij. En nu overtreding van Pievoort. En Vetlessen is heel boos. Voilà. Je hebt gelijk. Het valt er nog mee, omdat die van Westerlo zelf ook geen raad mee weten. Appel voor handspel. En een penalty. Dus er komt iets van. Naar de hand van Thiago. We gaan eens kijken. Hij heeft de bal al vast in ieder geval. Ja, ja, dat is duidelijk. Dachi, de dader. Hand die daar niet hoeft te zijn. Een kans om de wedstrijd mogelijk al in een beslissende plooi te leggen. Thiago en redding Bolat er toch erin. Toch erin, hij was er al over. Ja, hij was over de lijn. Was over de lijn. Ja, ja. Geel voor Van de Kuipers, die te veel geprotesteerd heeft, dan neem ik aan. Veel talent heeft. Ja. Potentieel, zeker. Maar het nog niet al te veel heeft getoond. Al helemaal niet met de statistiek. Maar kijk, Chelsea wilde het al in de zomer doen. Nou ja, natuurlijk. En Tottenham zou het er nu willen doen voor deze Antonio Nusa. Dat duel verloor hij al snel. Heer Nusa. Kuiper, goede bal van Aken. Erbij voor 3-0. Nusa wil hem toch nog binnen tikken. Was hij er al over of niet? Ja, dat is moeilijk te zeggen. In ieder geval moest hij de controle zelf niet doen van Aken. Dat werd voor hem gedaan. Nog een gele kaart en nog een uitsluiting. Dat is dan wel heel erg jammer voor de jonge Pievoort. En nog een vrije trap voor Club Brugge. Het is Kouros. Wie kopt Soetsla? Maar Bolat. Recht op hem. Charleroi. Moeilijke match weliswaar. Op het veld van Antwerp. Vetlessen nog. En redding Bolat nog met de voet. Poging van Kouros.